Dan gaan wij snel door met Han. Ik ben een paar keer getrouwd geweest. Ja, als ik terugkijk, dan is het een paar keer gebeurd dat ze een andere hebben gevonden. En dat accepteer ik niet. Als het 5 uur is, dan kijk ik op mijn horloge, want dan is het bijna tijd voor een glas wijn. Ik hou van een vrouw die ook een beetje pit heeft. Ja, ik hoop dat ik een aantrekkelijke, aardige, vriendelijke dame zal ontmoeten, waar ik de rest van mijn schemerjaren mee door kan brengen. Nou, Esther staat nog vol in het licht, hoor. Ik ben getrouwd toen ik 20 was, want ik wilde het huis uit. Daarna heb ik in Amsterdam een Amerikaan ontmoet. Bleek dat hij getrouwd was, wat ik niet wist. Ik vind het wel belangrijk dat iemand energiek is en energie heeft. Hi. Goedemiddag. Ik had geklopt, maar je hoorde me kennelijk. Ik wist niet dat kloppen nodig was. Dag, Esther. Esther, hallo. Hi. Leuk om kennis te maken. Proost. Cheers. Goed, ik ben er. Ik had een kleinigheidje voor je meegebracht. Oh, wat mooi, een boek. Ken je het? Ja, ik ken het. Oh, je hebt het gelezen? Ja, ik heb het gelezen. Maar ik heb hem thuis. Waar mag ik hem ruilen dan? Ik heb het gekocht online. Maar dat zal jij moeten doen. Ik zal het ruilen voor je. Ja. Ik zwem 3 keer in de week. 'S morgens vroeg? 'S morgens vroeg. Oké, nou doe je best. Ik hou van een glas wijn. En, ja, dat zie ik. Dus ik ben nu een golfclub gaan zoeken. Hmm. Dus de moeilijkste sport in de wereld om te spelen is golf. Ik vind het niet spannend genoeg. Het is niet dynamisch genoeg voor mij. Wat gaan we eten? Nou, waar hou jij van? Een lekkere salade, maar niet kant-en-klaar, maar salade en komkommer en mais, weet ik veel, wat je er allemaal in gooit. Ja? Ja. Een ijsberg graag. Jij speelt ook bridge? Ook met mijn bridgeboek bij me. Ik speel voor mijn plezier. Aan de hand van welke slagen heb je vast en wat kun je extra slagen maken? Jij hebt deze kaarten zelf en Je ziet deze op tafel liggen. Ja. Waar zijn mijn kaarten dan? Nee, maakt niet uit. Natuurlijk maakt het uit. Jawel, wacht even op mijn vraag. Ja? Ik snap niet jouw boekje of jou niet. Of allebei niet. Allebei niet. Heb je sausje al gemaakt? Nee. Ga ik doen als het vlees bijna klaar is. Ja, oké. Wat wil je doen met het slapen? Ik neem aan, je wil het bed in slapen, heerlijk, alleen. Heel goed. Nou, zijn we uitgepraat? Dan kunnen we naar bed. Welterusten. Goedemorgen. En goed geslapen? Nee. Zullen we wat gaan eten? Oh, we hebben geen schone messen. Jij wou jus d'orange, hè? We hebben geen schone messen. Oh, kijk ik wel even. Moet hij uit zijn verpakking? Hè? Oh, waar staat aan? Moeten de broodjes uit de verpakking? Ja, natuurlijk. Het stroomt wel over. Het stroomt wel over. Eet smakelijk. Han doet wel zijn best, maar Esther moet er al 24 uur niks van hebben. Je hebt me niet eens een hand gegeven. Ja, toen je binnenkwam. Nee. Nee. Ik dacht, mijn excuses daarvoor dan. Niet eens een hand. Leg dat eens uit. Dat kan ik me niet herinneren dat ik jou geen hand heb gegeven. Nee, niet eens. Gebeurde dat niet toen jij binnenkwam? Nee. Dat zeg ik nogmaals voor de derde keer. Oh. Niet eens een hand. Han. Dag, Esther. Ik denk, wat is dit? Je bent zo afstandelijk en zo gesloten. En je bent ook helemaal niet geïnteresseerd in een ander. Oké. Dus jij wil niet verlengen, neem ik aan. Nee. Ik dacht dat jij er ook zo in zat. Ik moet alleen nog mijn koffer van beneden pakken. Oh, moet ik even helpen met de koffer? Nee. Esther, tot ziens. Oké, wel thuis. Deze date was voor Esther niet het feestje waar ze op had gehoopt. Oh, we hebben geen schone messen.